Motorfietsen zijn voor mij de puurste vorm van energie omzetten naar beweging. Je hebt een motorblok, je hebt twee wielen, je hebt een frame, that's it. Ik ben Richard Mans, ik ben kunstenaar-ontwerper. Ik maak motorfietsen, kunstwerken, eigenlijk alles wat in mijn gedachten opkomt, waarvan ik denk, oké, dit werkt, dit moet ik doen, probeer ik tot uiting te brengen. Ik wil dat een frame bestaat uit één lijn. De houtnerf moet van het achterwiel helemaal tot aan het zadel doorlopen. Dan ga ik een mal maken. Als die mal er is, zaag ik stroken uit het hout. Die stoom ik en dan pers ik ze langs de mal. Als dat bij deze, bij dit frame, als die 8 lagen zijn uitgedroogd, haal ik het eruit en dan hebben we de basis van het frame. En bij een motorfiets zitten er toch zoveel onderdelen die een bepaalde werking hebben, die een bepaalde functie hebben, die allemaal moeten samenkomen en allemaal moeten werken. Het motorblok wat erin zit, goed bruikbaar om mee te experimenteren met andere brandstoffen. Dus bijvoorbeeld vloeibaar gas in allerlei vormen. Gas dat uit koeienpoep voortkomt, methaan, butaan. En daarom heb ik weer een hele simpele 1-cilinder gekozen, waarbij je zonder allerlei digitale snufjes kunt experimenteren met verschillende brandstoffen. Als ik die motor voor het eerst aantrap, dan wordt het toch spannend of alles werkt, of ik erop kan rijden, of je het doet. En het staat ook voor vrijheid, want als je erop zit, je hebt alles onder controle. Jij bent eigenlijk een soort van verbinding tussen de wielen en het frame. Ik probeer met mijn project te laten zien dat je niet bang moet zijn om te falen. Dat je niet te lang moet huiveren voordat je een project aanpakt, voordat je iets gaat bouwen, voordat je iets gaat uitvinden. Want ook het proces van het maken brengt je zoveel dat je niet bang moet zijn dat de uitkomst niet precies is wat je maakt. En dat is eigenlijk ook veel leuker. Als het spannend blijft, dan wordt de voldoening veel groter en dan kun je ook heel veel leren onderweg. Tamataya, yippie, yippie, yippie.